Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win podcast. Vandaag zit ik hier met Liesbeth van Bremen en Liesbeth is op mijn pad gekomen omdat ze met een heel mooi interview in de Volkskrant heeft gestaan over haar nabije of noem het een bijna doodervaring. Nou en iedereen die wel vaker naar mij luistert weet dat ik daar, dat daarmee heel veel voor mij is begonnen. En ik verheug me dus ook echt ontzettend op dit gesprek met Liesbeth. Maar voordat we gaan beginnen, eerst het volgende. Vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf. Die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je kunt naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren. En zo een financiële bijdrage doen. Dat waarderen wij echt enorm. En dat zorgt ervoor dat we dit werk voort kunnen zetten. Yes! Dat gezegd hebbende, ik zit hier dus met Liesbeth van Bremen en ik ga eventjes, geheel tegen hoe we normaal beginnen in, vertellen over waarom dit mij zo fascineert. Want toen ik 19 was, ben ik gaan studeren in Rotterdam. En ik had in Friesland altijd heel veel vriendinnen. Maar ik dacht, wat is nou voor mij een makkelijke manier om veel vriendinnen te krijgen in een grote nieuwe stad waar ik echt helemaal niemand ken? En dat is door lid te worden bij de studentenvereniging. En ik heb toen gekozen voor de Rotterdamse vrouwelijke studentenvereniging. Ik dacht, dat is veel meiden bij elkaar. Maar dan begin je altijd met een ontgroening. En op dag 1 moesten wij van de ontgroening met z'n allen in een hele grote kring staan op een heide. En het was die dag bloedheet. En je mocht niet eten, niet drinken. En je moest met je kin op je borst en je pinken langs je broeksnaad. Moest je daar de hele dag. Ik zie Liesbeth echt kijken. Moest je daar staan. En ik ben op een gegeven moment knock-out gegaan. Maar tijdens dat ik knock-out ging, ben ik met mijn kop op een afgezaagde boomstam gekletst. Dus het was knock-out en daaroverheen kreeg ik een hele harde knal. En waar ik toen terecht kwam, dat was echt fantastisch. Dat was, echt, ik kan niet anders zeggen dan fantastisch. Het was alleen maar licht en alleen maar, ik kan alleen maar zeggen fantastisch. En op een gegeven moment hoorde ik, Janneke. En iedereen was echt goed in paniek, want ik was al een tijdje weg. En ik dacht alleen maar, laat mij met rust. Maar goed, op een gegeven moment was ik er weer en toen dacht ik, jeetje, wat doet iedereen druk en bla bla bla. Maar goed, dat was dus in de tijd dat ik radio en televisie en zo al had afgezworen. Maar ik zat in de auto van mijn moeder en iets of iemand zei tegen mij, doe de radio maar even aan. En ik heb toen de radio aangedaan en dat was radio 2, want ik zat in de auto van mijn moeder en die luisterde altijd radio 2. En er was een interview met Pim van Lommel. Die had het boek Eindeloos Bewustzijn net uitgebracht. En die vertelde over mensen met een bijna doodervaring. En ik dacht echt, wow. Heel veel lijkt niet op wat ik heb gehad. Maar dat licht en die liefde en dat het fantastisch vinden. Ja, dat was voor mij zo herkenbaar. En ik ben later in mijn leven nog heel vaak keihard knock-out gegaan. Ik ben een keer zo ziek geweest dat ik knock-out ging. Nou, is voor mij gewoon één zwart gat. Ik ben een keer met de mountainbike in een ravijn gedoken. Ik ben super lang weg geweest. Voor mij één groot zwart gat. Dus dat was zo'n groot verschil. Nou, ik ben zijn boek gaan lezen. En ja, ik vond het fantastisch. Maar ook die kwantumfysica die hij aanhaalde, heeft voor mij weer heel veel in beweging gezet. En soms heb ik ook wel eens het idee, hoe kan het dat ik ben zoals ik ben en doe wat ik doe? En ik heb heel lang gedacht, dat komt omdat ik een paar jaar daarvoor een bloedtransfusie heb gehad. En toen heb ik altijd gezegd, misschien heb ik wel van een of andere spiriwiri bloed gekregen. Want ik. Maar door het boek van Pim van Lommel denk ik ineens, misschien, je snapt het. Dus heel veel mensen stuurden het interview van jou in de Volkskrant aan mij door. En ik dacht, ik ga gewoon contact met jou opnemen, want Pim van Lommel, zijn werk is echt fantastisch. Zijn boek, ik vind dat het misschien wel een standaard schoolboek zou moeten zijn. Maar uiteindelijk heeft hij het zelf nooit meegemaakt. Nee. Het is heel knap wat hij heeft gedaan. Hè? Ja, het is echt fantastisch. Ja. En
in al zijn vrije weekenden, in al zijn vrije uurtjes met een heel team van vrijwilligers, heeft hij dat onderzoek opgezet. En heeft hij dus onderzoek gedaan naar mensen die dus dat mee hebben gemaakt, zo'n nabije doodervaring. En uiteindelijk ook mee gepubliceerd in The Lancet. Ja, het is echt fantastisch. Terug naar jou, Liesbeth. Nogmaals welkom. Heel gaaf dat je hier aan wil schuiven. Vertel eens over jouw leven. Wat had je voor leven en wat is er gebeurd? Nou, van het moment dat het gebeurde, was het spitsuur min of meer de jungle van survival. Met drie kleine kinderen die kort na elkaar geboren zijn. En, ja, want je bent moeder? Ja, ik ben moeder van vier inmiddels. En voordat de oudste geboren werd, heb ik een miskraam gekregen. Ik zeg altijd vijf, want die hoort er ook bij. En ja, hoe gaat dat dan? Je werkt, je hebt een huis, je hebt een gezin, je bent aan het sporten. Het leven is zeg maar volop aanwezig. En tegelijkertijd was er ook iets niet. En dat was het kindje wat ik toch heel graag had willen hebben. En mijn leven was op dat moment, zoals iedereen zeg maar, met een huishouden en kinderen, doorgaan, alle ballen hoog houden, proberen zoveel mogelijk ook nog van het leven te genieten. Totdat op een gegeven moment mijn lijf zei, zo gaan we het niet langer doen. Dit kan niet zo. En of dat, zeg maar, ik kreeg een blinde darmontsteking, alleen dat wist ik toen nog niet. Het was ook een bijzondere, bleek later, want ik had een blinde darm, zeg maar, die binnen 20 uur ontstoken en volledig geknapt was. En ik voelde me eigenlijk gewoon een soort van grieperig, dus ik ging ook gewoon nog naar het werk wat ik toen deed. Ik werkte toen op de communicatieafdeling van het Saans Medisch Centrum. En mijn collega die zag mij en die kende mij door en door. En die zei, joh, volgens mij gaat het helemaal niet zo goed met jou. Zou je niet naar huis gaan? Nou, toen ben ik nog even gebleven, want zo was ik dan ook. Hè? Ik ga gewoon door tot het echt niet langer kan. Soms ten koste van inderdaad mezelf. En dat maakte eigenlijk dat ik doodziek naar huis ging. Eenmaal thuis, kinderen nog van het kinderdagverblijf gehaald enzovoort. De hele red race gedaan. Mijn bed ingedoken. En de volgende ochtend zei mijn man Marco van, je kan niet eens rechtop staan. Bel de huisarts. Nou, de huisarts zelf kon niet, maar een huisarts in opleiding wel. En dat was een hele jonge vrouw. En uiteindelijk bleek zij mijn redding te zijn. Want ik ging naar het ziekenhuis. Ze heeft heel veel moeite gedaan om mij op de spoedeisende hulp te krijgen. Omdat ze werd afgewimpeld eigenlijk met het idee dat het een griepje was. Dat was blijkbaar in dat seizoen van de zomer heel normaal. Dat heel veel mensen grieperig waren. En ik kwam op de spoedeisende hulp. En ik ben echt van het kastje naar de muur gegaan. Want ze konden het niet vinden. Ze konden in elk geval wel een ontsteking vinden. Maar niet dat men binnen de darm geperforeerd was en geknapt. Tot uiteindelijk ik een echo kreeg bij de gynaecoloog die ook bij de bevalling van Sadie had geholpen. En die ontdekte dus dat er heel veel troep in mijn buik al zat. Wat er gebeurt als je binnen de darm geknapt is. En die zei, je moet echt binnen no time naar de OK. Want anders dan gaat het helemaal niet goed komen met jou. En toen lag ik inderdaad binnen 10 minuten op de elkaar. En daar begint het verhaal van mijn bijna doodervaring. Ja, dus dat is nu inmiddels 20 jaar geleden ruim dat gebeurde. En staat het je nog helder voor de geest? Ja, het is heel bijzonder, want er zijn ik heb heel veel zwarte gaten in mijn geheugen, zeg maar. Maar dit kan ik me bijna van minuut op minuut herinneren. Dat is zo'n enorme imprint geweest. En dat heeft te maken, denk ik, met en wat je dan geestelijk doormaakt, hè, die ervaring zelf. Maar ook hoe mijn lichaam daarop heeft gereageerd.
Vooral daarna, wat er daarna allemaal gebeurde met mijn lijf. Ja. Zou je ons daarin mee willen nemen? Want je wordt die kamer binnengereden. Je kan niet meer, ik zie het zo voor me, je bent als een cashewnoot. Probeer je ze toch? Nou, ik was denk ik ook al vanaf het moment dat... Ik weet nog het moment dat ze foto's gingen maken van mijn longen. Om te kijken of ik misschien een longembolie had. Of dat daar ergens iets zat wat niet goed was. Vanaf dat moment was ik eigenlijk een soort van al buiten mijn lichaam. Want er kwamen ook allerlei mensen binnen waarvan ik niet meer weet wat die nou precies kwamen doen. Maar het maakte me ook niet meer uit. Ik was gewoon een soort van uit mezelf om... denk ik ook dat dat beschermingsmechanisme is, hè, wat dan in werking gaat op het moment dat er iets gebeurt wat heel heftig is voor je. Dus, dat je je dissocieert? Ja, dat ik totaal gedissocieerd was van mijn lichaam. En ik dacht, ja weet je, al snijden jullie me helemaal open nu, het maakt me niet uit als het maar overgaat. Zo beroerd was mijn lichaam eraan toe. En nou ja, dat ik met spoed naar de OK ging, dat was het moment van dat ik naar de klok kijk. Dat vertel ik ook in het interview in de krant. Het is dan 6:10. Nou, ik weet niet waarom ik 6:10 überhaupt op een klok zou onthouden. Maar dat was het moment waarop ik zeg maar van de tafel met de bekende groene kleden. En echt nog meer uit mijn lichaam ging dan dat ik al was. En toen kreeg ik ook de narcosekap op. En... dat is denk ik wel iets wat vaker beschreven wordt, dat je dan jezelf ziet liggen. Maar om jezelf zo te zien liggen, dat is anders dan welke droom of zo je bijvoorbeeld ook mee kunt maken. En ik keek naar de klok en die klok, terwijl ik zo'n soort van in de ruimte was en tegelijkertijd ook niet in de ruimte was, veranderde in een gezicht van een man waarvan, ja, weet je... We hebben allemaal denk ik ook wel een voorstelling van hoe Jezus eruit ziet. Maar het was in ieder geval iets een hele vriendelijke, liefdevol gezicht. Waardoor ik ook zoiets had, het komt allemaal wel goed. En als ik jou volg, nou dan, ik weet niet waar ik heen ga. Maar het maakt niet uit waar ik heen ga. Ik ga wel met je mee. En ik hoorde nog wat zo geluiden zo rondom die operatietafel. En ik dacht, nee, ik ben daar al niet meer in mijn lichaam. Dus... zorgen jullie daar maar voor ik ga. Ja, dan komt altijd het moment waarop ik het meest geraakt word. En dat is denk ik misschien ook wat jij beschrijft. Door dat volgen van dat liefdevolle gezicht kwam ik in een tunnel met aan het eind een enorm warm licht wat wij in onze kleurenpalet bijna niet kunnen beschrijven. Gekoppeld aan een gevoel wat we niet kennen. Althans, onvoorwaardelijk, liefdevol, gewichtloos. Nou ja, fysiek zeg maar, dat lijf dat was op die OK. Dus ik had alleen nog maar mijn ziel. En dat is allemaal wat ik achteraf zeg maar dan bedenk. Want op dat moment komt dat ook niet hoor. En de man of het gezicht was een soort van achter me gebleven en... ik voelde wel een soort stroming of een soort duwende richting van, weet je, als je daarheen gaat, dan is het oké. Zonder dat ik kon beschrijven of er een overgang was van het een naar het ander. In die ruimte was er eigenlijk alleen nog maar mijn ziel of mijn spirit. Of ik weet niet hoe ik dat moet noemen, maar dat noem ik meestal maar zo. En ook... ontdekte ik op een gegeven moment nadat ik hem... Dat is wel grappig, want dat komt ook pas later, dat ik het idee had van, oh, het had ook wel even wat tijd nodig om te wennen. Om daar weer, zeg maar, me toe te verhouden. Terwijl alles om me heen voelde als iets wat heel bekend en vertrouwd is. Dus dat het niet vreemd is en dat je dat ook weet in je ziel, zeg maar. Je weet dat het zo is. En ja, iedereen die rationeel nadenkt, die zegt, ja, dat moet je toch kunnen verklaren. Maar ik kan niets verklaren van wat ik heb meegemaakt. Alleen maar wat ik heb ervaren. En op een gegeven moment, toen, nou, dat ging heel snel, maar naar dat gevoel van, ik ben nu gewend. Oeh.
kwam als eerste het kindje wat ik niet gekregen heb in ziel, zeg maar, naar me toe. En naar me toe is niet iets wat we kunnen voorstellen als dat er een afstand wordt overbrugd, maar dat het in je bewustzijn komt of in het veld waarin je je dan begeeft. En mijn overleden opa's en oma's en mensen die ik goed heb gekend. Dus eigenlijk iedereen die me voor was gegaan naar dat veld van groot veld van eenheid, noem ik het maar, die is daar. Kleuren, geluiden, nou ja, het paradijs. Ik weet niet hoe we het moeten omschrijven. En daar kan ik nog steeds bij, zeg maar. Bij, als ik daar, nou ja, net dan zie je dat het me ook weer raakt, omdat het zo onvoorwaardelijk is, zo liefdevol, wie we in essentie zijn. Dat is wat je daar tegenkomt en wie je bent. Nou, en toen? Hebben ze iets tegen je gezegd? Nee, het was meer het gevoel van het is goed. Het is goed. En de tijd die ik daar doorbracht voelde voor mij als heel kort. Maar ik weet dat het net zo lang geduurd heeft als de operatie. Dat kan bijna niet anders. Omdat ik op een gegeven moment... Dat is een soort harde knip wat ik dan ja. voel. Waarin dat volledige in eenheid zijn met andere zielen heel hard werd doorbroken. Doordat ik weer terugkeerde op de verkoevelkamer waar ik uit mijn narcose werd gehaald. Alleen voor mij was het zo'n enorm verschil met waar ik vandaan kwam of waar ik dat op dat moment was. En ik hoorde, langzaam maar zeker komt er dan steeds meer geluid tot je, omdat je zintuigen zeg maar weer hun oorspronkelijke functie, laat ik het zo maar noemen, gaan aannemen. Ja. Dus er komt geluid, maar wat ik aan geluid kreeg was echt, nou ik denk wel 300 keer zo hard als dat ik daarvoor, voordat ik onder narcose ging, kende. Mijn zintuigen stonden denk ik voor alles open. Dat was in die periode, daarna heeft dat ook nog heel lang geduurd. Maar wat het meest pijnlijke was voor mij, was dat ik voelde dat ik was vastgebonden door de infusen en aan het bed moest blijven. Maar alles in mij schreeuwde, ik wil terug, ik wil niet hier zijn, ik wil niet wakker gemaakt worden, want dat besef kwam steeds meer. En toen hebben ze me met 5 man vast moeten houden aan dat bed. En omdat anders dan had ik gewoon alles losgetrokken. Zoveel. En dat komt natuurlijk ook gewoon uit de narcose. Dat je lijf weer begint te functioneren. Adrenaline stoot. Die vast ook nodig is om alles weer te activeren. Daar geloof ik heel erg in. Maar er kwam nog iets anders bij mij mee. En dat was veel meer dan. Dat was gewoon boosheid en woede en onmacht. En alles bij elkaar. Een soort van. De vulkaan doen bijna van zo explosief voelde dat. Ja. Ik was ook zo verdrietig. Ik was echt zo verdrietig. Dat hoor je zo vaak, hè? Ja. Dat hoor je zo. Ik baalde ook. Ik dacht echt, laat me met rust, laat me met rust. En waar maken jullie hier zo druk over? Dat kon ik ook niet begrijpen. Laat me maar gaan, dacht ik. Ja. En heb jij ook echt iets gehad dat ze zeiden van, het is je tijd nog niet, ga maar terug? Ja, dat kwam eigenlijk op de overgang, zeg maar, waarin ik voelde dat er aan me getrokken werd, letterlijk, zeg maar. Dus echt mijn ziel weer werd getrokken in mijn lijf. Ja. Toen kwamen er, oké, het is je tijd nog niet. Maar dat geloofde ik natuurlijk niet, omdat ik dat niet wilde. Ja. 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 En, maar ik hoor dus niet echt terug, je hebt niet echt gepraat met bijvoorbeeld dat zieltje, met je... Nou, dat is ook bijzonder, want dat zou een suggestie doen dat ook, zeg maar, in die uitwisseling spreken is. Ja, 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 klopt. Alleen... Ja. Elkaar aankijken en je weet al genoeg. Zo voelde het niet voor mij. Het was gewoon mijn ziel in contact, in verbinding met de ziel van het kindje wat ik niet heb mogen zien opgroeien, maar wel aanwezig is uiteraard. Ja.
opa's en oma's, die ik niet zeg maar in dat beeld van wat ik kende van mijn opa en oma, maar als een entiteit of een belichaming van, nou ja, die we aards hebben, Ja. maar daar herkennen als dat ben jij, zo ken ik jou. Ja, mooi hè? Ja. Zonder dus die opsmuk van het ego, wie iemand echt puur in essentie is. Ja, je hoeft helemaal niets te vertellen of uit te wisselen in die zin van woorden, maar de aanwezigheid van. Hey, en was jij voor die tijd hiermee bezig? Had je er boeken over gelezen? Was je met spiritualiteit bezig? Altijd wel geweest, denk ik, als kind ook al. Ik weet nog dat ik, nou, ik denk een jaar of 4, 5 was en leerde fietsen. En toen deden we dat nog met van die grote blokken op je trappers. En je vader die dan zo'n tijdje achter je aanliep. En ik kan me een moment herinneren dat ik in de straat fietste. En het was voorjaar en ik zag het groen wat er dan zo net uitkwam. En ik dacht, oh wauw, dus we zijn ook. Ik voel die bomen met die blaadjes en ik zie de stenen op de straat en ik voel dat ik daar, dat ik onderdeel van uitmaak en tegelijkertijd zo nietig en zo klein ben als ik ben. Nou, die realisatie als kind is best wel groot, denk ik. En ik denk ook, ik weet wel zeker dat jonge kinderen enorm openstaan voor dat stuk van spiritualiteit en met elkaar verbonden zijn, dat het groter is dan alleen maar, nou ja, wie je in dit lichaam bent. Voor mij was dat het moment waarop ik ook steeds meer vraagtekens kreeg, wel ook over hoe de wereld in elkaar zat. Wat ik ontmoette, zeg maar, in de wereld klopte heel vaak niet met hoe ik me voelde. Dus dan komt al heel snel, denk ik ook bij jonge kinderen, dat er, nou ja, vanuit de omgeving allerlei overtuigingen en boodschappen en normen en waarden komen. Zo hoort het, zo doen we het. Nee, je mag niet. Ik was een enorme dromer. Ik zat altijd te dromen in de klas. Ik denk dat er geen rapport is waarop staat, ja, ze kan best wel goed leren, maar ze is altijd aan het dromen. Misschien zouden ze er tegenwoordig zelfs een heel mooi stempeltje voor hebben, voor dat ik snel afgeleid was. Maar ik was bezig met een hele andere wereld. Mijn belevingswereld was gewoon totaal anders. Hey, en op een gegeven moment, dan zit je weer in dat lijf. De 5 man moet jou vasthouden. Neem ons eens mee. Wat gebeurt er dan? Want ik kan me voorstellen dat dat fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel een rollercoaster is. Van heb ik jou daar? Ja, ik was vooral heel erg woest, boos. Woest, gelijk woest. Ja, en in de periode daarna, wat ik net ook al een beetje beschreef, was het alsof al mijn zintuigen, zeg maar, overprikkeld waren. Dus ik stond aan alle kanten open. Als ik hier bijvoorbeeld nu aan de tafel zit en er blafte een hond op 2 kilometer afstand, dan kon ik het horen. En het ruisen van de blaadjes. En nou, je kunt je voorstellen dat als je de hele dag door zoveel prikkels krijgt, dat dat enorm vermoeiend is. En ik was bezig de hele tijd om mezelf een beetje bij elkaar te houden, om nog met 3 kleintjes de dag door te komen. En natuurlijk gewoon weer, ik dacht, oh, blinde darm eruit, klaar, we kunnen weer door. Nou, dat was echt niet zo. Want mijn lijf heeft de eerste 3 maanden zeker heel veel tijd nodig gehad om te herstellen. Ik had ook bijvoorbeeld een wond die niet dicht wilde. Er was gewoon van alles en nog wat aan de hand. Helemaal, als je een geperforeerde blinde darm hebt die wat langer geperforeerd is, dan is je hele buikholte ook behoorlijk geïnfecteerd geweest. Dus er kwam een enorme stoot aan antibiotica bij kijken, waar ik vervolgens weer allergisch voor was, nou, enzovoort. Dus dat hele fysieke stuk, dat heeft ongelooflijk veel tijd genomen. Maar wat nog het meeste voor mij zo voelbaar was, was dat ik eigenlijk nog steeds niet ingevoegd was in dit lichaam. Dus ik bleef maar met mijn, nou ja, met mijn ziel buiten mijn lichaam functioneren. En dat gaat niet. Dat werkt echt niet. En zeker niet met kleine kinderen. En dan was er ook nog eentje speciaal gevoelig, en die heb ik vandaag meegenomen. Die regelmatig, als ik dan bij het schoolplein stond en ik kwam hem ophalen, dan zei ze: je bent er wel, maar je bent er niet. En dat voelde ze haarfijn aan, hoe ik zeg maar niet
in contact was en niet in verbinding. Ik was natuurlijk, ik deed precies wat ik moest doen en elke dag opnieuw, dat ging prima, maar het was meer een soort automatische piloot geworden. Ja. En toen mijn lichaam, zeg maar, de wond en alles, ik denk ook die buik hersteld was, toen bleek ik, nee, we weten allemaal hoe dat komt, maar toen bleek dat ik zwanger was van de jongste. Dus het leven nodigde me vooral uit om te leven en om nou ja, te genieten natuurlijk van de kinderen, wat ik altijd heel graag heb gewild. Moeder worden was een van mijn grootste dromen. En het was heel confronterend. Het was heel confronterend. Het was tegelijkertijd natuurlijk geluk en plezier en enorm dankbaar. En aan de andere kant ja, klopte het nog niet met waar ik op dat moment psychisch ook was. En mijn ziel was. En hoe moet ik dat me voor me zien? Dat je de hele tijd eigenlijk terug verlangt. Nou, vertel het zelf. Hoe ben je letterlijk op twee plekken of ontsnap je naar een droom? Het is beide. En wat ik het lastigst vond om mee te dealen, was constant het gevoel dat ik, nou ja, mijn leven prachtig. Gezonde kinderen, een huis, een man, een baan. Alles vervuld. En toch het verlangen hebben naar de dood. Althans, niet de dood zelf, zeg maar de overgang naar dat licht en dat gevoel. Dat bleef, dat maakte dat ik dus continu, als ik onder druk kwam of als er veel stress was, dan stapte ik gewoon zo makkelijk uit. Ik heb nooit gedacht, ik maak er een eind aan. Ik heb wel momenten gehad dat ik dan op een begrafenis was bijvoorbeeld en dacht, oh jij wel. Dus dat is natuurlijk heel dubbel als je een gezin hebt met jonge kinderen. En dat je verlangen zo groot is, dat je eigenlijk niet bij hen wil zijn. Dat is natuurlijk ook niet waar. Nee, dat was je grootste droom. Ja, en dat was ook, het was ook goed en het was ook fijn. Ja, mooi. Is je kijk op de dood daardoor heel erg veranderd? Misschien ten opzichte van nou, eerst? Of? Misschien is het helderder geworden wat ik als kind voelde, zeg maar, dat gevoel van ik maak deel uit van een eenheid of we zijn allemaal verbonden, dat het helderder werd daardoor, dat het misschien eerst nog eens iets onmogelijks bleek of dat ik dacht, nou, het zal mijn droom wel zijn of ik inderdaad, ik pas er niet in of ik ben anders of dat heb ik wel heel vaak gevoeld, dat ik anders was dan anderen of anders dacht misschien. Ik weet het niet zo. Voor mij is het eigenlijk meer de herkenning en de erkenning van iets wat er altijd al was. Ja. Ja. En, want ik ken echt best wel veel mensen die bang zijn voor de dood. Terwijl ik door dat boek van Pim van Lommel. Ja, als er nu iemand gaat, dan denk ik, ja, weet je, fantastisch. klinkt een beetje cru. Natuurlijk is er wel verdriet over dat we die persoon hier moeten missen. Maar helemaal als het een oud persoon is. Ik weet nog dat kort na het boek van Pim van Lommel overleed mijn oud-tante, de zus van mijn Beppe, van mijn oma. En die heeft heel veel op ons gepast. En die heeft echt een super mooi leven gehad. We dachten echt, die wordt 120. En de volgende dag, nou, daar lag ze. Ja, en ja, ik kon alleen maar denken van, ja, prachtig, weet je wel. Ziet ze haar zussen weer en haar vader en haar moeder en iedereen die haar dierbaar is. En dan is ze daar op die plek waar geen ego is, alleen maar liefde. Ja, nou, dat is toch fantastisch. Zo kon ik. Maar ja, dat staat wel heel erg haaks op hoeveel andere mensen denken over de dood. Ik denk dat weten dat de dood, het tegenovergestelde van de dood is niet het leven. Het tegenovergestelde van de dood is de geboorte. Dat leven, dat is er altijd. Ja, ik weet niet, dat geeft mij heel veel rust en ontspanning. En ook een soort van vrijbrief dat je mag doen wat je leuk vindt. Ja, weet je, meer lachen en niet zo serieus doen. Tegelijkertijd, weet je, ben ik natuurlijk hartstikke serieus met de boeken en de blogs en de podcast, maar wel vanuit een bepaalde speelsheid of zo. Herken je dat?
Ja en nee, nou, in het begin helemaal niet, zeg maar. Was ik vooral heel somber en, nou, niet depressief, maar wel bij mezelf een heel eind vandaan. Ik kon het niet meer met elkaar rijmen op een gegeven moment. Hoor je heel vaak. Ja, en ik ben heel erg op zoek gegaan naar ja, ook zeg maar tot aan mijn operatie en de ervaring zelf. Hoe ik mijn leven had ingericht en wat ik daarin nou, wilde veranderen of anders doen. En dat gaat dan niet van de een op de andere dag. Want heb ontzettend geworsteld met mijn boosheid. En het werd ook een frustratie en dat werd eigenlijk steeds erger. En wat niet meehielp, was dat mijn lichaam ook bleef rammelen, zeg maar, in het niet gevoegd zijn. Dus ik kreeg overal last van. Ik kreeg echt last van mijn gewrichten. Ik kreeg blessures die ik niet kende. Nou, noem het maar op. Ik was zo'n soort van, ik moet opnieuw gebakken worden, want in dit lichaam krijg ik het niet meer gerijmd. En toen ben ik begonnen met onder andere in mijn persoonlijke ontwikkeling met NLP en met systemisch werk. Om te kijken van, hé, wat zijn nou patronen die ik heb meegekregen uit het gezin waarin ik ben opgegroeid en wat is daarin nog van mij en wat is niet meer van mij? Waarom doe ik wat ik doe nog steeds onder stress? Nog steeds te vinden dat ik eerst voor iedereen moet zorgen en daarna pas voor mezelf. Dus ik heb heel veel nou, van dat soort training en opleiding gedaan, ook juist omdat ik voelde van ik heb ook een beweging te maken naar wat mijn ervaring kan brengen naar anderen. Alleen was het toen nog niet zo helder voor me. Inmiddels steeds meer en nou ja, is het ooit helemaal helder, prima. Juist om misschien niet zo heel groot, of het hoeft voor mij ook niet zo in de publieke belangstelling, maar wel in het klein te doen wat ik voel vanuit de liefde die ik daar heb gevoeld te doen. Omdat we dat allemaal zijn en kunnen. En dat is best een klus omdat we in mijn beleving daar enorm ver vandaan zijn geraakt. En er steeds meer mensen opstaan die het ook zo voelen, dat er iets moet gaan gebeuren. Dat we niet langer kunnen doen zoals we het doen. Niet met hoe we met elkaar omgaan, niet hoe we met de omgeving omgaan. Niet, nou ja, hoe we kijken naar ziekte en gezondheid. Nou ja, dat weet je ook al zo. Dat heeft een hele lange tijd geduurd voordat mijn lichaam ook weer voelde als hey, dit is wat er nu past. Ik kan bezig blijven met mijn verlangen naar de dood of het licht of de eenheid. Maar ik kan het ook omdraaien. Ik kan ook kijken hoe kan ik weer instappen en gaan brengen wat ik blijkbaar te doen heb in dit leven. Op mijn manier. In de lichtheid meer. Inderdaad wel de speelsheid. Mensen zien voor wie ze zijn. Het is voor mij heel. Ik heb een heel groot bereik, zeg maar, een toegang. Waardoor ik mensen heel makkelijk kan meenemen naar. Oké, en alles, met alles wat je hebt meegemaakt, dit is er altijd. Jouw ziel heeft een bepaalde bestemming. En we zijn niet meer gewend om zo naar te luisteren. Sterker nog, we doen alles om te voorkomen dat dat op de voorgrond komt. Je bedoelt dan dat we een soort van straalangst hebben, massaal? Dat is een mooi woord, ja. Ja. En want dat heb ik nog opgeschreven. Geloof jij dan in vrije wil? Heb jij in de toekomst kunnen kijken en teruggekeken naar je leven? Ik geloof in levenslessen. In dat wat we hebben vanuit die eenheid, zeg maar, waar we gekomen zijn, waarin onze ziel ervoor kiest om naar deze aarde te komen in dit voertuig. Dat we onderweg die levenslessen tegen moeten komen. En soms steeds weer opnieuw. Dat heb ik ook. Het is niet klaar of zo nu ik dit heb ervaren. Ik kom nog steeds genoeg hobbels tegen waarvan ik denk, oh ja, daar is het weer.
in de acceptatie of in communicatie of in aannemen voor wat er is. Dus vrije wil, ik denk dat dat iets is wat misschien wel het ego als tegenhanger heeft bedacht of zo. Zoiets. Maar daar kom ik nu, dat komt nu zo op. Ja. Ja, je bedoelt, ik ga even met je mee filosoferen, maar vrije wil betekent eigenlijk dat jij zelf je stappen kunt bepalen en dat je dus ook zelf je eindpunt bepaalt. En dat tegenover staat, dat lees ik ook in de boeken terug van Pim van Lommel, heel veel mensen die hebben al gezien van oké, dan ga ik dood en nu is het mijn tijd nog niet. Dus die hebben dan al letterlijk gezien welk pad ze nog moeten gaan bewandelen. En dan zeggen ze ook heel vaak, grappig, ik dacht dat ik hier al geweest was. Maar ja, dat was natuurlijk vanuit dat hogere, ruimere bewustzijn. Toen had ik dat al gezien. Maar ja, nu moet ik daadwerkelijk dat pad echt nog gaan bewandelen. Ja, voor mij zit het heel erg in dat wat ik heb gevoeld, zeg maar. Dus wie we in essentie zijn, dat licht. Dat heeft elke keer opnieuw de uitdaging in elke stap die we doen van wat je al hebt gezien of wat je al hebt gevoeld. En dat is er elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw als ik me daarmee verbind, dan kom ik natuurlijk weer in mijn dagelijks leven, in het werk wat ik doe, in de relaties, kom ik elke keer weer die uitdagingen tegen. Ja, dus bedoel je dan eigenlijk meer te zeggen van nu met die... Ja, je hebt gevoeld, je hebt dat licht gevoeld, je hebt die warmte, die onvoorwaardelijke liefde. Dat je iedere keer als je nu op een kruispunt aankomt, dat je eigenlijk zegt, wat zou liefde hier doen? Hoe kan ik meer licht, meer liefde brengen in de beslissing die ik nu ga maken? Vertaal ik het zo goed? Ja, en hoe blijf ik daar op die frequentie voelen? Met mijn hart open, noem ik het altijd maar. En dan wijs ik altijd zo hier rond mijn borstkas. Maar voor mij zit het dan hier, dat ik op die laag me verbind. En natuurlijk maak ik ook ruzie, ben ik ook boos, kom ik ook mensen tegen die ik helemaal niet aardig vind. En dan steeds weer opnieuw terug naar, en dat is dan de bewustwording, weer elke keer naar dat stapje naar boven, van hoe hou ik dat licht open? En hoe hou ik het ook schoon? Hoe zorg ik ervoor dat die filters, zeg maar, schoon blijven. Dat ik mezelf steeds weer, als het ware, weer terugroep naar dat licht. Die puurheid, dat gevoel. En natuurlijk kan dat niet altijd. Niet de hele dag. Nee, het lukt niet altijd. Nee. Dat ego, als je hem hier wegstuurt, dan is hij er daar soms weer binnen. Dus dat, dat vraagt wel wat bewustzijn. Is ook jouw manier van je kijk op voeding of je kijk op gezondheid heel erg verandert hierdoor? Ja, zeker. Daarna, in de periode daarna, dat mijn lijf eigenlijk zo bleef protesteren. Toen heb ik een hele lange periode, ben ik echt totaal suikervrij gaan eten. Omdat ik had heel veel last van gewrichtsontstekingen. En ik merkte dat na een week of zes, ik deed toen mee aan een soort challenge. Ik dacht, nou laat ik het maar gewoon een keer proberen. En na een week of zes, die eerste zes weken, had ik echt ontwenningsverschijnselen, hoofdpijnen. Ik voelde me eigenlijk heel beroerd. En daarna knapte ik daar enorm van op. En toen ben ik ook weer met mijn bewegingsapparaat, mijn gewrichten en alles, ook weer prettiger om te gaan gebruiken. Dus toen ging sporten ook weer makkelijker. Ik ben opgegroeid met gezond leven en gezond eten en bewegen. Dat zit heel erg in wat ik heb meegekregen, waar ik ongelooflijk dankbaar voor ben. Verse groenten, vers fruit, het was er altijd allemaal. Dat is wat wij hebben meegekregen van thuis. Dat is ook wat wij onze kinderen meegeven, omdat mijn realisatie juist ook van wat dit voertuig en dit huis waarin ik woon, waarin mijn ziel zeg maar leeft. Er is er maar één verantwoordelijk voor die daarvoor kan zorgen en dat ben ik zelf. En om dat zo goed en zo eerlijk mogelijk te doen, dat proberen we. Daar proberen we zo goed mogelijk onze bijdrage in te leveren en zo groeien onze kinderen ook op. En ik zeg niet dat iets goed of fout is, maar het is een manier om je te realiseren dat
dat voertuig heel belangrijk is. Als je er tenminste een tijdje mee wil doen. Ja, en dat willen we allemaal wel, volgens mij, toch? Ja, dat is zeker de moeite waard ook. Ja, ja, leuk. Hé, hey, had jij, want je wordt met 5 man vastgehouden, je zit weer in dat lijf, dat doet ook pijn. Heb je een wond, die wil niet dicht. Kon je daar met mensen over praten, over wat er is gebeurd? Dat je, hoe is dat voor jou geweest? Wat? Nou, misschien had het wel gekund, alleen ik deed het niet. Ik weet dat ik denk wel in die zomer daarna een keer met mijn moeder heb gezeten en toen heb ik verteld wat ik heb meegemaakt. En ook heel, voor mij was het blijkbaar ook heel belangrijk om te vertellen aan mijn moeder dat ik niet van plan was om uit het leven te stappen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat als je dat je kind hoort zeggen, dat verlangen nog steeds zo groot is, dat angstig, beangstigend kan zijn. Dus blijkbaar was het nog steeds iets van, ik moet haar geruststellen en ik moet ook voor haar zorgen. En, zegt ze niet lachen. Ja, omdat dat ook een van de dingen is die ik natuurlijk heb meegekregen, die zorgzaamheid heeft en een valkuil en een ongelooflijke kwaliteit. En mijn valkuil was dat ik altijd bezig was om voor anderen te zorgen, niet voor mezelf. Dus daarom zie je me lachen, omdat het inmiddels veel, echt zoveel anders voelt. Dus daar heb ik het wel verteld. En verder voelde ik me, ik denk gedurende een jaar of 10, vanaf dat het gebeurd was, echt een soort alien. Ik had het idee dat ik in een soort wereld rondliep waarin ik mijn eigen beste vriend was. En dat klopte natuurlijk ook. En niet meer het idee had dat, nou ja, sowieso dacht ik, ja, wie zit er nou op mijn verhaal te wachten? Dus dat ging natuurlijk ook een mooi eigen leven leiden. Als je dat lang genoeg volhoudt, dan vertel je nooit meer iets. En ik merkte ook dat, nou ja, dat het ook heel comfortabel was eigenlijk in mijn eigen kokonnetje. En als ik het echt heel lastig had, nou, dan stapte ik toch gewoon weer lekker uit. Dan kon ik gewoon helemaal weer een middag of een uur of een, maakt niet uit hoe lang, maar dan ging ik gewoon weer even naar mijn veilige plek daarboven. En dan kon ik er weer even tegenaan. En wat heeft gemaakt dat je toch langzaam je steeds meer bent gaan, hè? Want de Volkskrant komt dan op bezoek, je zegt toch ja, ik neem dan contact met je op, je zegt toch ja. Ja, dat is ook wel bijzonder om die omkeer bij mezelf wel te merken. Ik ben in alle opleidingen die ik heb gedaan, mijn eigen bedrijf begonnen ook om mensen te begeleiden. Dus ik coach en ik train. En met name in de 1-op-1 contacten, in het coachen, merk ik dat mensen een angst hebben voor de dood. En daarmee dus ook een angst voor het leven. Want als je dat niet beide kunt, dan komt er ook een soort existentiële angst om het leven volledig te nemen. Na de opmaat naar dat interview en de manier waarop het tot me kwam, dat is denk ik ook wel belangrijk geweest. Want ik heb vaker verzoeken gekregen, want op mijn website heb ik al een hele tijd geleden gewoon mijn hele verhaal al eerder gedeeld. En het grappige is, dat kun je tegenwoordig natuurlijk heel goed zien waar mensen dan op zoeken. En dat is een van de meest bezochte pagina's van mijn site. Mensen hebben een soort honger om te weten en nieuwsgierigheid om te weten en de geruststelling hoe het is als je overgaat naar de dood. Dus dat besef dat er een enorme behoefte is om daar meer over te gaan hebben en ook vooral in die openheid, dat maakte dat ik tegen Fokke ja zei, zijn integriteit heeft me enorm geraakt. Ja. En dan zeg ik ja vanaf een andere plek, misschien kun je dat wel voelen. Ik merk het ook aan mijn stem, als ik daarmee in verbinding ben, dan komt het uit een bron die zegt, ja, dit is wat je te doen hebt. Maar niet omdat ik zelf nou zo graag in die spotlight sta. Nee, absoluut niet. Dat is niet wat bij mij past. En hij zei ook zo mooi, al is er maar 1 iemand die door dit interview minder angstig is, dan is het oké. En toen dacht ik, precies,
En daar ga ik op aan, daar resoneer ik mee. Dat wil ik, daar wil ik mijn bijdrage aan leveren. En het is mooi, want ik had ook een soort van, ja, zo naïef ben ik dan blijkbaar ook nog. De Volkskrant is natuurlijk best wel een groot medium. En ik kreeg echt zoveel reacties. Hij heeft het ook wel, hij had het ook wel gezegd, maar ik dacht nog, ja, ik heb de tekst gelezen en het staat er nu in. Nou, ik werd overspoeld. En ook heel veel mensen die zeiden, door het lezen van jouw verhaal ben ik me gaan realiseren inderdaad dat ik bang ben voor de dood. En tegelijkertijd, wat ga ik nog doen met de tijd die ik heb, totdat het zover is? En toen dacht ik, jeetje, hier krijg ik gewoon kippenvel van, als dat mijn bijdrage is. Ik heb iedereen geantwoord, er zijn ook heel veel mensen gekomen die willen één op één verder, zeg maar, met hun angst voor de dood. En kijken samen met mij, sommige mensen zijn nog niet door een bepaald rouwproces gegaan met iemand die ze verloren hebben. Dus dat is, het zijn allemaal van die, nou ja, van die opzetstukjes die ik dan gebruik om weer iemand daarmee te begeleiden. Ik help niet, zeg maar ik begeleid mensen omdat ze alles al ja. in zich hebben, maar de toegang soms wat kwijt zijn, zo noem ik het dan. Ja, dat zeg je heel mooi. Ja, heel herkenbaar. En als je zeg maar, stel je voor je blik terug, kun je nu indenken wat je misschien wel heel erg geholpen had? Want waar zou jij toen de tijd heel veel behoefte aan gehad hebben? Jeetje, wat een moeilijke vraag. Dat weet ik niet. Want ik kon zelf niet eens aangeven wat ik nodig had. Nee, dat is zo vaak. Ja. Als ik terugkijk naar wat ook een soort markant punt is geweest. Ik had natuurlijk die geperforeerde blinde darm. En dat litteken zat op een liesbreuk litteken. En vervolgens ben ik in 2013 opnieuw in het ziekenhuis beland. Want er zat een absces onder dat litteken. Dat betekende dat ik voor de derde keer op diezelfde plek, dat bedenk je ook niet, moest worden geopereerd. Alleen ze wisten niet wat het was. Ze wisten alleen dat er iets was wat daar zat en wat niet goed was. Wat voor mij zo markant is geweest, is dat mijn ervaring, zeg maar, de eerste keer met die geperforeerde blinde darm was als een soort zwarte deken over me heen gekomen, behalve mijn ervaring in het licht. En die dag dat ik ook toch weer op die spoedeisende hulp terecht kwam, ging als een soort film aan me voorbij. En ik weet nog dat er een moment was dat ik me realiseerde, en nu gaat het anders. Deze keer gaat het anders. Ik wist niet hoe laat ik geopereerd zou worden, want ze konden het wederom niet vinden. Op een gegeven moment was er zo weinig plek nog, dat ik moest wachten. Dus ik was al een tijdje in die kamer aan het wachten. En op een gegeven moment komt er een verpleegkundige naar me toe en die zegt, we gaan naar elkaar, het is tijd, want ze gaan toch even kijken of ze iets daar kunnen weghalen, wat er niet hoort. En ik zat in die rolstoel op de gang en ik was totaal bij bewustzijn. Dus dat was al heel anders dan wat ik daarvoor had meegemaakt. En we chasen een soort van door die gang. Ik moest nog naar het toilet. Nou, het was hilarisch, want ik mocht eigenlijk niet lopen. Maar ik kon gewoon naar het toilet lopen. Dus die verpleger die lag helemaal in de deuk. We gingen samen naar die OK. En ik kom op dat OK-bed terecht. En ik kijk naar de klok en het is 6:10. Ik bedenk het niet van tevoren. Het was exact hetzelfde moment. En toen dacht ik, oké, en dit is dus, en nu is het dus anders. Ik kan het nu in de lichtheid en met de humor ga ik nu deze operatie in. Wat uiteindelijk wel weer jammer was, want het viel enorm tegen. Dus ik moest langer blijven. Ze moesten bijspuiten. Ik moest langer onder narcose blijven, wat uiteindelijk leidde tot, toen ik daar weer uit bij kwam, totaal geheugenverlies had. Dus ik was helemaal, kon helemaal weer opnieuw beginnen. Ja, nou ja, dat is iets dat, ja, als je het hebt over dat je misschien gaat zien wat er gaat gebeuren. Nee, dat kan ik allemaal niet voorzien. Dat gebeurt gewoon. Ja, ja. Wauw, ja. Nou ja, niet wauw, maar ja. Ja, ik kreeg opnieuw een uitdaging. Ja, leven is één grote hindernisbaan, zei mijn vader altijd.
Hey, en nou leren wij in alle biologieboeken dat onze hersenen, dat die eigenlijk jouw bewustzijn genereren. En dat als jouw hersenen het niet meer doen, dan, ja, dan houdt het op. Maar we zien heel veel, hè, dat heeft Pim van Lommel natuurlijk ook onderzocht, dat hij beweert, nee, die hersenen die genereren niks, dat zijn ontvangers. Die helpen jou eigenlijk om te kunnen intappen op de iCloud. Hè, dus hier om ons heen hebben we alles, alle kennis, alle wijsheid, alles zit daar. En die hersenen die kun je gebruiken om daarop in te tappen. Hè, ik ontvang bijvoorbeeld Janneke FM. Daarom ben ik Janneke. Jij ontvangt Liesbeth FM en daarom ben je Liesbeth. Ja, dus dat bewustzijn dat staat los van die hersenen. Dat is natuurlijk, alle boeken moeten herschreven worden eigenlijk door zijn uitvinding. Of door zijn wat hij door mensen zoals jij heeft ontdekt. Wat heb jij daar nog iets op aan te vullen? Ik denk het niet. Ik denk dat het klopt, dat er een enorm groot veld is waar we allemaal op aangesloten zijn. Dat we iets nodig hebben om die vertaling te kunnen maken. En daar zijn hersenen onderdeel van, maar ook onze zintuigen. Onze tast, onze reuk, onze smaak. Dat we dat allemaal nodig hebben om er chocola van te maken. Om er iets van te begrijpen, überhaupt. Ja. En met die kennis, zou jij bijvoorbeeld, sta jij op de lijst om je organen te Ja. doneren? Wil je daar iets over zeggen? Daar heb ik al, ik denk dat ik zo gauw het kon of zo, heb ik daar al een besluit over genomen. Ja. Als ik daar een bijdrage in kan leveren, zodat iemand verder kan, misschien nog heel belangrijk werk te doen heeft, dan doe ik dat. Ja. Ja, mooi. Ja, ik heb toen bijvoorbeeld, toen je 18 werd, ik weet het niet meer, maar ik heb dus direct gezegd, nee, ik doe dat niet. En dat klinkt inderdaad super egoïstisch, maar met het idee van, je moet nog een soort van in leven zijn als je organen worden geoogst. En ja, stel je voor, je ziet jezelf daar liggen terwijl dat gebeurt, dan, ja, dan voel je geen pijn, want jij bent al daar. Maar stel je voor, het is je tijd nog niet. Ja, dan moet je dus half in een ander lichaam nog terugkomen. Dat zien we dus ook, dat mensen die soms organen hebben van iemand anders, dat ze helemaal van karakter veranderen. Dus ja, ik dacht, nee, ik doe het niet. Dat is uiteindelijk de beslissing die ik heb genomen. Maar ja, misschien is dat ook wel. Ik vind ook hoe jij het zegt ook wel heel mooi. Zo van, ja, stel je voor iemand anders heeft nog wel werk te doen en je kunt daaraan bijdragen. Ja, hoe mooi is dat? Ja. Dat eenheidsbewustzijn, daar zou ik graag nog wat meer op in willen zoomen. Want in iedere spirituele leer, overal, dan is in ieder groot boek komt altijd die zin terug. Dat alles wat je een ander aandoet, dat komt bij je terug. Hè, dus ik lees dan ook veel dat mensen met een nabije doodervaring, volgens mij moeten we het tegenwoordig zo noemen, dat die zich daar super dubbel en dwars bewust van worden, omdat er op een gegeven moment een soort van, ja, je krijgt als het ware een soort van flashback van oké, dit heb je allemaal gezegd, dit heb je allemaal gedaan en zo hebben andere mensen zich door jouw woorden, daden, acties gevoeld. En dat ze dan ineens super sterk realiseren: wow, wat ik de ander aandoe, dat doe ik eigenlijk mezelf aan. Ik zie jou bedenkelijk kijken. Nou, ik ben even op zoek naar wat voor mij dan, hoe dat voor mij is. Ja. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb vanaf dat ik zeg maar in dat bewustzijn stapte, alleen maar onvoorwaardelijkheid en liefde gevoeld. Dus dat is er dan ook niet meer. Er is niet een oordeel over Nee, wat ik heb gedaan. ben ik met je eens. Ja, Ja. dus dat is bijzonder om, als ik het er nu zo over heb, denk ik ja, dat klopt. En wat ik zeg maar van mij toe naar buiten breng, is een projectie altijd van hoe het voor mij van binnen aan elkaar geknutseld is.
met mijn ervaringen, met mijn overtuigingen, met mijn normen en waarden. Dat breng ik naar buiten. En ja, goed of fout, het gaat zoals het gaat, zo is het, zo doen we dat. Ik denk dat in het eenheidsbewustzijn dat het oordeelloze met name op nummer 1 staat. Ja, het ego is oordeel. Die gaat de hele tijd proberen te zeggen, dit is goed en dat is slecht. Dus ik heb misschien mijn intro niet helemaal goed. Maar wat ik dan vaak lees is dat er een soort van flashback komt. En vanuit liefde, zonder oordeel. Van kijk, toen dit, toen dat. En, maar dat je dus wel gaat voelen wat sommige daden, woorden, wat die teweeg hebben gebracht. Dus stel je voor, jij hebt heel veel liefde gegeven aan iemand. Dan ga je voelen van, kijk eens hoeveel liefde je hebt gegeven en voel hoe dat voelt. Maar stel je voor, je hebt iemand de pas afgesneden. Ik zeg niet met al je bewustzijn, maar ergens wel van, ja, zo moet het nou eenmaal even. Ik snij jou even de pas af. Dat je dat ook terugkrijgt. En dat je dan wel voelt van wat dat voor die ander heeft gedaan. Om misschien in een volgend ritje, dan heb je daar meer bewustzijn op. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja, dat is wel bijzonder, want ik denk dat ik al vanaf mijn 18e of zo, zonder dat ik daar nou erg veel informatie over had, heb gezegd, dit is mijn laatste rondje hier. Terwijl ik dat natuurlijk nooit had kunnen weten. Zo voelde het voor mij. Ik weet niet waar die informatie vandaan kwam. Ik denk dat datgene wat je dan op dat moment voelt of ervaart, dat het ook weer een levensles is en bedoeld is om te kijken, oké, zo heb ik het gedaan. Maar in die oordeelloosheid kan ik er naar kijken met wat ik toen wist. En wat helpt jou in het dagelijks leven om die oordeelloosheid in de praktijk te brengen? Misschien moet je dat niet aan de kinderen vragen, maar wel aan... In het werk wat ik doe, is het heel helpt het enorm om zo naar mensen te kijken dat ze niet hun probleem zijn, maar dat er iets in hun leven is waardoor ze zijn wie ze nu zijn en waar ze nu zijn. Kijk, als mensen bij mij komen en ik heb al een oordeel, dan kan ik ook niet meer werken, want dan ben ik al bezig met wat mijn projectie is over deze persoon. Ja. En soms dan vertelt iemand dan zijn verhaal en dan denk ik zo, wat knap dat je er nog bent. Of wat mooi dat je er ook nog vanuit liefde naar kunt kijken. En natuurlijk, als iemand mij afsnijdt op de snelweg, denk ik ook, potverdorie, wat een puntje, puntje, puntje. Maar daarna komt vaak wel, oké, misschien is het de gynaecoloog die op weg is naar een bevalling en hij moet gewoon zo hard rijden. Ik ben wel altijd een soort leveler geweest, dat ook als kind, om in die harmonie te kunnen blijven. Dat kost ook enorm veel als je niet realiseert wat je de hele tijd aan het doen bent. Namelijk, je wil graag heel veel goed maken, wat niet jouw taak is en jouw opdracht. Dat kost bakken met energie. Daar raken we ook vermoeid van, als we op die manier blijven leven. Ik heb daar heel veel in moeten leren. Heel veel. En nog steeds. Ja. Het klinkt ook bijna wel dat je bijna meer, en corrigeer me, hè, want het zijn mijn woorden, maar steeds meer toestemming geeft aan jezelf om eerst in eerste plaats voor jezelf te zorgen. Ja, daar begint het bij. We gebruiken vaak de metafoor van het vliegtuig, dat de stewardess altijd zegt, ouders, eerst het zuurstofmasker bij jezelf op en dan pas bij de kinderen. Je kan niet voor een ander zorgen als je niet eerst voor je eigen, je lichaam, je fysieke gestel, je psychische gesteldheid zorgt. En soms zijn er natuurlijk ook momenten en fases in je leven waarop dat gewoon niet lekker loopt of gewoon überhaupt niet kan. Als je een ziek kind hebt, dan zul je eerst voor een ziek kind moeten zorgen. Een ouder die hulpbehoevend is, heeft ook hulp nodig. Maar als je dat doet vanuit waar jij begint, zeg maar, met voor jezelf te zorgen, dan hou je ook je batterijtje nog meer heel en hou je over. In plaats van dat je leeg loopt. Ja. Een,
een brutale vraag misschien, maar zijn er ook mensen die denken van die Lisbeth die lult maar wat? Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Dat zeggen ze in ieder geval niet tegen me. En stel je voor, ja oké, okay, dus ja, dus niet geen, dat komt niet voor. Je hebt dat nog niet meegemaakt. Nee, maar misschien zijn ze er wel. Ja, en stel je voor, ze luisteren naar deze podcast en ze denken dat of zo. Wat gebeurt er dan in jou? Of wat denk je dan? Of wat zou je dan willen zeggen? Nou, het is misschien wel mooi om het gezin als voorbeeld te nemen. Want een aantal van ons gezin, die heeft dus de overtuiging dat dood is dood. Dus we hebben ook veel diertjes. Dus als een diertje dood is, is dood. Gewoon, je stopt het onder de grond en het is klaar. En er zijn een aantal die de overtuiging hebben dat er een ziel in zit en dat dat overgaat. En dat na de dood, dat de dood een overgang is naar een andere beleving van het leven. Dus daarin kom ik natuurlijk ook weerstand tegen. Dus dan is het, ja, dat is jouw geloof. Jij mag dat vinden, je mag het, voor mij is het anders. Voor mij was het altijd al anders, denk ik. En deze ervaring heeft de bevestiging gebracht dat het voor mij ook echt anders is. Ja. Ja. En waar ik ook echt heel nieuwsgierig naar ben, zijn er boeken of is er iets wat jou enorm heeft geholpen? Heb je een favoriet boek of zeg je van, nou, dit boek is voor mij echt een game changer geweest. Nou, wat ik me pas later realiseerde door dat mijn lichaam zeg maar zoveel problemen gaf in het weer opnieuw voegen, dat mijn lichaam is blijven staan eigenlijk in de traumastand van de ervaring op dat ziekenhuisbed, dat ik er eigenlijk niet in wilde, maar er buiten ben gebleven, dus heel veel moeite had om te voegen. Dat zorgt ervoor dat er ook een traumatische ervaring is opgeslagen in dat lijf. En ik ben een jaar of 5 geleden, denk ik, ook door iemand geattendeerd op de tijger ontwaakt van Peter Levine. En die beschrijft heel mooi hoe dat lichaam zeg maar reageert op een gebeurtenis die heel impactvol en heftig is. Dat heeft me geholpen om er anders naar te gaan kijken. Want ik wilde wel handelen, maar ik kon het niet op dat moment. En die onmacht, zeg maar, dat gevoel, dat installeert zich dan nog een keer dubbel. Mijn lijf heeft heel lang de tijd nodig gehad om weer uit te trillen, zeg maar, en de regie weer te kunnen voelen van, hé, ik kan me nog precies het moment herinneren. Ik maak altijd een soort beweging met mijn handen, dat een soort speeldraai voelde ik werkelijk in mijn lichaam, dat mijn al mijn cellen weer ook voegden in, nou ja, dat klinkt echt zo, hoe bedenk je het? Ik probeer te omschrijven hoe dat voelde, maar zo voelde het echt. Dat is nog niet zo, dat is denk ik een jaar of 3, 4 geleden pas, dat ik echt tot in de uiterste puntjes weer kon voelen van, hé, nu ben ik er weer helemaal. Terwijl in het begin van dat ik net geopereerd was, de eerste 3, 4 jaar, op een gegeven moment weet ik nog dat ik onder de douche stond en dacht, oh, ik heb ook voeten. Dat ik niet eens meer, zeg maar, de realisatie had van dat ik meer was dan alleen maar, nou ja, dat die ziel die dan nog steeds zo buiten mijn lichaam was. Maar dat ik ook echt voeten had. En dat ik echt moest, ik ging echt ook voelen van, dit hoort echt bij mij. Dus zo ver was ik er ook vandaan. Ik kan me ook zomaar voorstellen dat als wij een huis hebben en daar woont niemand in, ja, dan wordt het ook een stoffige bende. En, niet, ja, en het is echt hoe ongelooflijk snel dan iets vervalt en groen wordt en begint te bladderen. Dus ik kan me ook voorstellen dat als jij pas echt weer in je huis woont, ja, dan hou je het schoon en hou je het fris en blijft het levendig. Ja, dat doet ook heel veel met de energie die je dan beschikbaar hebt. Want je bent eigenlijk natuurlijk de hele dag uitstaan, dat kost ook heel veel energie. Want hier in dit aardse leven, zeg maar, daar vindt dit leven plaats. Dus je hebt gewoon je dagelijkse dingen te doen.
als je dat doet niet in aanwezigheid, ja, dan kost het bakken met energie. Ja, zoals je dochter dan zei, je bent er wel, maar je bent er niet. Ja, dat had ze heel goed in de gaten. Ja, ja, mooi. Even kijken. Ik zit eventjes naar mijn aantekeningen te kijken. Ja, we hebben die dingen, die hebben we allemaal afgestreept. Ik ben nog wel nieuwsgierig, is dat dan ook waarom jij denkt dat mensen ziek worden? Heb je daar een idee over? Ik heb heel veel ideeën over waarom mensen ziek worden. Dit is er één van. Kijk, voor mij waren er gewoon een aantal overtuigingen van waaruit ik leefde en voelde dat ik aan moest voldoen. Zo had ik het geleerd, zo kon ik overleven. En dat was het op een gegeven moment ook, overleven, maar niet meer leven. Het is niet voor niets dat heel veel mensen op dit moment burn-out zijn, omdat ze voelen, en dan kom ik weer wel bij iets waar ik zeker in geloof, dat is de bestemming die je hebt, dat wat jij in deze wereld te brengen hebt, en dan noemen we dat vaak volg je hart, maar voor mij is het veel meer dan volg je hart. Als je dat kunt doen, dus dat betekent ook in de actie dat je iets moet gaan organiseren, beslissingen nemen om daar trouw aan te blijven, dan komen we in een moeiteloosheid terecht die energie geeft. En energie geven betekent dat er bepaalde stukken in je lichaam niet meer vast hoeven te zitten. Dus je krijgt geen knoop meer in je maag van het werk wat je doet. Je relatie met de partner die je hebt is niet iets waar je voor aan het werk moet, maar dat wordt moeiteloos. En ik zeg niet dat dat in mijn leven allemaal zo in die flow is. Alleen het me realiseren en dan die bewustwording daarop hebben en mensen daar ook in meenemen in het werk wat ik doe. Dat maakt ze vrij van de gestolde energie en de patronen waarin ze zitten, zodat ze keuzes kunnen gaan maken die meer in de richting gaan en uiteindelijk wil je natuurlijk het liefst dat dat ook zo gaat gebeuren, van die moeiteloosheid, van het vrij zijn in het kiezen, dat je niet meer wil voldoen aan het plaatje of het meest fantastische leven of het grootste huis of Instagram, hoe we eruit zien. Maar dat je precies goed bent zoals je bent. Ja, mooi. Mooi. Ik noem dat altijd een soort van moeiteloze manifestatie. Het is keihard werken. Ik bedoel, ik werk ook hard, maar het kost je geen energie, het geeft je energie. En ik heb het idee dat als je geïnspireerd bent of enthousiast bent, dan zit het woord God zit daar al in, hè? Die universele bron van liefde. Die stroomt dan door je heen. Die gaat je echt supporten. En dan kan je bergen verzetten. Ja, het mooiste moment vind ik vaak het moment waarop mensen daar, precies dat moment waarop ze ermee in verbinding zijn. En dan komt er nog een klein hobbeltje van, maar kan dat echt? Ja, kan ik het ook echt geloven? Ja. En dan gaan ze. Ja. En manifesteren betekent inderdaad niet dat je iets roept in het universum van oké, ga dat dan maar voor mij vervullen, want dat is dat heb ik uitgezet voor 2025. Om te komen naar 2025 en die manifestatie heb je in dingen in actie te zetten. Heb je voor je lijf te zorgen en voor te zorgen dat ook gaat gebeuren. Het is niet achteroverleunen in je stoel en wachten tot het tot je komt. Nee, in beweging wat dat betreft meer antwoorden dan in stilstand. Dat klopt. Het is stappen ondernemen, actie ondernemen, fouten maken tussen haakjes en daar weer van leren. Maar... En ook stilstaan. En ook stilstaan. Ook stil zijn en naar binnen gaan. En ja, daar ook kijken wat je voor antwoorden krijgt als het echt stil wordt. Als er niets meer is en als er niets meer hoeft. Ja, mooi. Mooi. Mooi.
Dus je favoriete boek, want dat was eigenlijk mijn vraag. Ja, De Tijger rond Waard is wel mijn favoriete boek. En De Keuze van Edith Eva Eger, ja. Het is een boek wat steeds vaker genoemd wordt, denk ik ook. Wat raakt jou zo in dat boek? Ik heb een cadeau gekregen, maar slachtofferschap is een keuze. Ja, en dat uit haar mond. Hoe zij dat heeft beschreven en hoe haar leven eruit heeft gezien, dan denk ik zo. Dat is krachtig. Wat een power heb je dan. Mooi. Heb jij nog vragen? Nee, ik ben eigenlijk leeg, klaar. Leuk. Hoe kunnen mensen jou vinden, met jou samenwerken? Nou, als je zoekt op Lisbeth van Bremen, dan kom je mijn site tegen. En dan kunnen we op allerlei manieren verbinden. Ja. Leuk. Mooi. Dankjewel. Ga ik hem afsluiten. Heel graag gedaan, Janneke. Jij ook heel erg bedankt voor het luisteren. Je hebt zelfs misschien wel gekeken. Vind je dit gaaf? Deel het dan volop op je social media. En zo mooi als Lisbeth dat al zei. Stel je voor, er is maar één iemand die hierdoor wat meer kan ontspannen, omdat hij niet meer zo bang is voor de dood. Of één iemand die denkt, hé, misschien was ik zo gek wel nog niet. En is wat ik heb meegemaakt wel hartstikke normaal. Hoe gaaf zou dat zijn? Dus deel het volop. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren. Heb je al gedoneerd? Onwijs gaaf. Dank je wel. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Doei! Wil jij ook op een supergezonde, verantwoorde manier meer plantaardig eten? Lees dan het nieuwste boek, De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen. In 2019 werd ik voor het eerst wereldkampioen kustroeien en in 2021 werd ik moeder. Allemaal op een dieet van voornamelijk fruit en planten. Want weet je wat het leuke is? Jij hoeft niet dezelfde fouten te maken als dat ik heb gemaakt. Wil jij ook het allerbeste voor jezelf, de dieren en de aarde? Ga dan naar jannekevandermeulen.nl/boeken.